Ja, hij zegt van ja, ik moet nu eventjes, ook al is er veel weerstand, ik moet nu even doordrukken. Ja, tuurlijk zegt hij dat. Want er komen natuurlijk vieze... Je zou verbaasd zijn als je had gezegd van, nou ja, god, zo zwaar til ik er ook niet aan. Nou ja. Ik bedoel, als het niet doorgaat, dan ga ik een glas oranje achter in de tuin drinken. Zo is het natuurlijk. Hij zou een compromis nog kunnen sluiten eventueel. Maar hij ja, zegt... nou goed, dan zal het tenslotte wel op neerkomen. Ja, dat denk ik wel. Ja, hij zegt ook van, we hebben niet de luxe om de pauzeknop in te drukken. Nee, daar heeft hij op zichzelf gelijk in. Maar ja, dat is het hele probleem met het klimaatprobleem. Dat we het alles eerder hebben besproken. Hebben we de technologie? Ja. Hebben we het geld? Ja. Maar ja, dan moet er wel politieke wil zijn. Als natuurlijk een aanzienlijk deel van de bevolking gewoon regelrecht beweert dat er geen klimaatopwarming is. Als een van de drie grootste economieën van de wereld gerund wordt door mensen die, niet op dit moment, maar potentieel ook zeggen, er is helemaal geen klimaatcrisis, dat is een links fabeltje. Hebben de linkse mensen verzonnen om ons te pakken te nemen. Ja, dan zit je wel... Het is dus niet een technisch probleem. Het is niet een financieel probleem. Het is een politiek probleem. Ja. Zoals bijna alle dingen, niet waar, in ons type van samenleving politieke problemen zijn. Ik was van de week bij een bijeenkomst van het Utrechts Landschap. En daar was een natuurhistoricus. En die keek dus naar het verleden van de natuur. En haalde daar lessen uit die we dus nu kunnen gebruiken bij de klimaattransitie. Dan is mijn vraag altijd, naar welke natuur keek die dan? Ja, is dat de natuur die de Romeinen aantroffen toen ze hier arriveerden met hun legioenen? Is dat de natuur van de late middeleeuwen? Niet waar, als grote delen van die moerassen in West-Nederland al drooggelegd worden? Is het de natuur van 100 jaar geleden? Vanaf 1970 zijn ze gaan kijken. Dat, okay. was een omslagpunt, zeiden ze. Oké, dat was een omslagpunt. Ja, vanaf toen is het bergafwaarts gegaan. Ze hebben ook wel de periode daarvoor meegenomen. Deze man had ook een onderzoek gedaan in Indonesië. Dat denk je van, wat kun je daar nou van leren? Maar daar had hij dus best wel wat interessante zaken had hij daar opgedaan. Van Indonesië valt veel te leren. Ja. Die hebben namelijk een reusachtige hoofdstad genaamd Jakarta. Die onder water loopt. In een gigantisch tempo wegzakt in de grond, wat ze zelf veroorzaakt hebben. Door al die aquifers onder die stad leeg te pompen. En ondertussen steeg de zeespiegel ook een beetje. Zodoende is dat een volstrekt... Nou ja, in feite een ruïne in de maak. En zijn ze bezig, niet waar, op Kalimantan een heel nieuwe hoofdstad te bouwen. Ja, waar ze waarschijnlijk wel gemeten hebben dat die iets hoger komt te liggen dan Jakarta. Ja, nee, van de Indonesië valt ontzettend veel te leren. Ja, zeker. Heel interessant land. Wat ook ter sprake kwam, en ik heb onze podcast over Urban Jungle nog even geplucht. Dat het zo bizar is dat we één Europa zijn, maar als je naar Duitsland gaat, is er een totaal ander beleid als het gaat om, nou ja, noem maar op, van alles en nog wat. En ook als het gaat om die diersoorten, hè, de diversiteit van biodiversiteit, wordt alleen naar Nederland gekeken, maar ja, kijk niet over de grens hoe het daar is. Nee, dat is volkomen juist. Heb ik niet mijn vader geciteerd, die altijd zei, ja, we kunnen ons hier wel verrekte druk maken in Nederland om de natuur... Maar je doet er verstandig aan om gewoon eens 2 weken in Oost-Polen bij de, weet je, die Mazurische meer is te gaan kijken. Dan weet je dat er nog tal van gebieden zijn in Europa die een beetje doen denken aan die leger Verenigde Staten waar ik afgelopen zomer was. Maar hij was het ook helemaal eens met jouw conclusie uit dat boek van je moet ook op een gegeven moment gewoon eventjes gewoon niets doen. Dat voorbeeld van wat jij van Manhattan gaf, van als je daar niks doet, nou, dan verwildert die stad. Ja. Dat kun je op heel veel plekken in de natuur doen. Laten we even niet ingrijpen. Ja, hou op met die ontzettende, laten we zeggen, opruimzucht die vooral Nederlanders eigen is. Hè. Dus, zodra hier dus een plantje uit de stoep groeit, komt er een man en die tegenwoordig mogen ze er geen insecticide meer gebruiken. Precies. Dus ze hebben er zo'n gasbrander. Ja. Hebben ze ervoor. Ja, ze hadden een heel leuk plaatje. Dat was dan een andere presentatie bij die middag in Amsterdam. Daar hebben ze dat namelijk ook, dat mensen dan niet weten wat er groeit in de stad. En dan denken ze, weet je wat, dit is onkruid of dit moeten we weghalen. Hadden ze een plaatje meegenomen van mensen die met krijt hadden ze erbij geschreven wat het was en waarom het ook goed was. Kijk. Om maar even de bewustwording in de boost te geven. Ik heb verdedigde stelling die ik ook, die niet van mij komt, maar daar ben ik het wel onmiddellijk mee eens. Het woord onkruid is al onjuist. Ja, dat zijn brievenschrijver nog. Er is geen onkruid. Ja, je hebt heel succesvolle planten die echt... Dat je hoeft geen scheet te laten of baf staat er weer een lekker bosje brandnetels. Ja, ja. Ik vond het ook wel grappig. Hele fijne planten. Brandnetels? Ja, hele fijne planten. Trekken vlinders aan. Je kunt er soep van maken. Heb ik ook al uitgelegd. In de oorlog werd er veel brandnetelsoep gegeten. Hoe smaakt dat eigenlijk? Ik heb geen idee. Waarschijnlijk toch beter dan die netels doen vermoeden. Ja.
En er was ook een dame van Rijkswaterstaat. Die gaat over de natuur, zeg maar, in de berm naast de snelweg. En zij vertelde dus dat ze behoorlijk wat moeite had moeten doen om überhaupt daar naartoe te mogen. Want die bazen zeiden natuurlijk, wat ga je daar nou doen, dat gelul. Je moet hier werk verrichten. Maar ze was toch heel blij dat ze was gekomen. Ook daar was het adagium, laat het groeien daar in die berm. Ja, zeker. Heb ik niet het voorbeeld gegeven van de spoorwegen. Al die spoortrajecten, dus die bereden ze met enige regelmaat met een sprooiwagen met zwaar vergif erin. Omdat ze geen enkel plantje wouden zien op de spoordijk. Tot iemand zei van, hoe nuttig is dat eigenlijk? Waarom zouden we dat moeten doen? Laten we eens kijken wat er gebeurt als we het niet doen. Volgens mij zijn ze ermee opgehouden. Ik weet niet of ze nu doen, maar in ieder geval die enorme hoeveelheid de gif die ze eroverheen pompte, dat is niet meer zo. Ja, maar toch in allerlei opzichten, Maarten, is jouw achtertuin en jouw voortuin een voorbeeld voor heel Nederland. Ja, de mensen zouden eens even naar mijn voortuin moeten gaan kijken. Op dit moment, als je ziet hoeveel bijen, hobbels, nou van alles en nog wat daar nu in zitten. Het is een gewoel van insecten, omdat we allemaal van die onkruidachtige, ontzettend leuke campanula's hebben. Die nu massaal bloeien. Ja, en de katten komen in de tuin slapen, hè? Ja, of ze slapen boven op dat afdakje boven de deur. Dat doen ze ook wel. Ja.